Kerstmis vieren wij dit jaar zonder boom. De eerste dag gaat Marja naar een oude oom. We gaan ook niet uit eten doen samen aan de lijn. Zij in haar klein hoekje en ik in het mijn. Marja denkt dat ik niet meer om haar geef, dat ik niet met haar maar met mijn laptop leef. Zij kijkt graag naar lingo met een goed glas wijn. Zij in haar klein hoekje en ik, kind, mijn. Marja zegt dat ik ben verslaafd geraakt: door internet en chatbox alles heb verzaakt. Zij ligt graag te zeppen, ik vind surfen fijn. Zij in haar klein hoekje. En ik in t mijn. Corrie mailt dat zij vreselijk op mij geilt. Als ik met haar chat, kan zij opgedwijlt. Ik zend een vieze e-mail, t is maar voor de gein. Aan haar in haar klein hoekje van mij in t mijn. Kori denkt dat ik 28 ben. Een vrijgezelle jongen en een hard rockfan. Maar ik heb een kale knikker in al mijn bottenpijn. Zij blijft in haar hoekje en ik in het mijn. Kerstmis vieren wij dit jaar lekker thuis. De tweede dag kijkt Marja kerstfilms op de buis. Ik ga babbelboxen. Corrie zou er zijn. Zij in haar klein hoekje. En ik in het mijn.